Ik zit hier in het hok van de jaarlingen. Ik speel iedere groep duiven apart. Dus de jaarlingen zitten in dit hok, oude duiven zitten in een ander hok. Duiven staan allemaal op het nest, zijn in februari gekoppeld, komen op eieren en gaan later op kunsteieren. En als ze er vanaf lopen, gaan ze op wetenschap. Ze worden dan gekoppeld naar de eerste vlucht, in dit geval hagen. En worden dan zo gekoppeld dat ze op jongen van 2, 3 dagen, 4 dagen ingekorfd zijn. Dus alle jaarlingen, ik had alleen maar jaarlingen mee, zijn ingemand op de eerste jongen van hun leven eigenlijk, de davinnen. Het was wel, de davinnen die deden de boventoon, dus het blijkt, dat denken wij dan, dat de davinnen op de eerste jongen van hun leven toch extra gemotiveerd zijn om zo'n zware klus als vandaag te klaren. Want bij mijn eerste 10 duiven zaten 8 duivinnen. Dus dat was wel een bewijs, of bewijs. Bewijs is er eigenlijk niet in de duivensport. Maar de gedachte is dat de dames dan toch zo gemotiveerd zijn en krachtiger zijn om zo'n klus te klaren. Ja, je hebt dus de eerste nationaal met de jaarlingen gewonnen. Ja. Het zijn dus allemaal duiven van vorig jaar. Kun je eens vertellen, hoe zijn die duiven in hun geboortejaar gespeeld? Want om zo'n zware klus te klaren, wat je zelf al zei, speel je ze dan alleen op de natuur? Of ga je ze op taartvluchten mee of spelen ze gewoon het volledige jonge duivenprogramma? Nee, de jaarlingen die als jonge duif wordt er hier gespeend tot eigenlijk deze periode. Dus ze spelen alleen maar de natuur. We willen nog wel eens tussendoor naar België gaan om dan nog een miljoen tussendoor te vliegen. Dus ze zijn denk 8 keer mee geweest als jonge duif met het verste miljoen, dat is voor ons 270 kilometer. Daarna gaan ze wel als jaarling vanaf de eerste vlucht alle weken mee. Ze zijn 1 week thuis geweest voor het, toen ze gekoppeld waren, toen ze eitje moesten leggen. Voor de rest gaan ze alle weken mee. En behalve afgelopen zaterdag, dus ze zijn 10 dagen thuis en toen hebben ze deze klus gedaan. Dagvondvlucht, eigenlijk alle vluchten. En hoe heb je de aankomst beleefd? Je was gisteravond, toen zag je op Pipa natuurlijk de meldingen verschijnen. Ja, ik dacht Zeeuws-Vlaanderen gaat nog wel duiven draaien gisteren. Maar toen die er niet waren, dacht ik, ja joh, heel Zeeuws-Vlaanderen overslaan en Brabant overslaan en dan opeens in Zuid-Holland een duif, dat zal wel niet. Achteraf was dat wel zo, want vanmorgen sloegen we ook heel Zeeuws-Vlaanderen, Zeeland, Brabant over en was hier als eerste de duif in Nederland bij de jaarlingen. Is ook de snelste van het hele concours, ook sneller als de oude. Maar ja, ik had er gisteren niet meer op gerekend. Ik was vanmorgen om 6 uur buiten. Normaal gesproken ben ik niet zo'n wachter en wacht ik eigenlijk op het alarm van mijn kloksysteem als de eerste duif er is. Maar ik liep naar buiten, 6:04. En als een schicht kwam het aanschieten, ze vloog gelijk naar binnen. Ik kon niet eens zien welke het was. Dus ik heb ze wel zien komen. Het was wel een aparte ervaring. En dus ik ging hem melden. Dus de meldpost die zegt, ah, dit is een vroege duif. Wat? Dus ik denk, oh, er zijn er zeker al meer al. Maar toen belde Hugo Batenburg, waar alle duiven hier vandaan komen. Hij zei, alleen Wijnlands hebben nog maar een heel Brabant, Zeeland overgeslagen. Dit is echt een vroege. Ik zei, nou ja, laten we dan maar duimen. Onze andere vriend Jellema heeft nog 3 uur de tijd om ons voor te zitten. Maar gelukkig hield het de stand en Albert Roording had een mooi stukje geschreven en had uitgerekend dat ze 50 minuten voorsprong had op nummer 2. Dus het was een klinkende overwinning. Dat zou wel een fijn gevoel geweest zijn. Het was een heel fijn gevoel daarna. Het was even spannend, alhoewel spannend. Ik ben vrij nuchter. Ik denk als iemand op een verdere afstand dit gaat winnen, dan verdient hij het. Want het is een loeizware vlucht. En als je dan op de grote afstand toch gaat winnen, dan verdien je het ook. Dit is de winnares van Hagen. Ze heet Miss Laureaat, omdat het een kleindochter is van nieuw laureaat van Hugo, die de eerste internationaal Barcelona won. De vader is van Orion, van Jelle Jellema.
Er zit een verhaaltje aan. Hugo die kwam vorig jaar met het rond Koningsdag. Hij zegt, en ik moest naar Jelle voor Pipa. En hij zegt, ik heb hier een doffer te leen van Jelle. Die moet terug naar Jelle. Hij zegt, wil je die meenemen? En hier heb je een jong, dat komt daaruit. Hou jij die maar. Dat is dus deze Devin. Het is uit dezelfde koppeling als Daphne van Jelle, die de tweede internationaal Perpignan won als jaarling. Dus een kind van Orion, maar een kind van Nieuw Laureaat. Ja, de stamdijf van Jelle, maar met de stamdijf van Batenburg. Het oude witbuiksoort zit er ook nog in aan moederskant. Dus het is echt een op en top fondijf. Zoals die we deze dag nodig hadden om de klus te klaren. De dijf die toch, het is maar een dijfje, die 16 uur kan vliegen en dan 's morgens toch vroeg opstaat om nog naar huis te gaan. Dat is een bijzondere dijf. Ik kwam vanmorgen buiten en inderdaad, ze vloog. Ik kon niet zien welke het was, zo snel vloog ze naar binnen door de drengels heen. Ik kon pas in het hok kijken welke het was. Een heel speciale ervaring van voor zo'n zware vlucht. Ze zit daar normaal op in het hoekje, daar zit de doffer. Toen ik in het hok kwam, zat ze al op de eitjes. Na een paar uur kwam ze er wel vanaf. Maar ze is echt voor de nestje naar huis gekomen. Het is een bijzonder duifje. Wat je hier ook ziet, is echt het Jellema karakter. Het is niet, erg moeilijk vasthouden, altijd achterom kijkend. Erg attente duif.